Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaza.nl. De satellietfoto van vanochtend laat het verhaal van vandaag perfect zien. Vanochtend is het nog droog, brede opklaringen. Maar vanuit het westen komt er veel bewolking aan en dan gaat het regenen. En dat gebeurt vooral vanmiddag. Vanochtend dus genieten van het droge weer, temperaturen daarbij 6 à 7 graden. En de zuidwestenwind neemt al een kracht toe. Vanmiddag waait het dan vrij krachtig tot misschien zelfs af en toe hard aan zee. En vanuit het westen gaat het dus overal regenen. In het oosten kan het nog 9 graden worden, in het westen is het 6 à 7 graden. Vanavond trekt het regengebied weg, maar daarna komen er ook nog enkele buien, dus ook in de nacht blijft het van tijd tot tijd nat. Morgen overdag hebben we dan wisselend weer. De zon schijnt van tijd tot tijd, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. De grootste kans daarop maken we het noordoosten en oosten. Temperaturen gaan iets omhoog, 8 tot 10 graden wordt het en de wind neemt in de middag pas af. Zaterdag is een kopie van vandaag, in de ochtend dus droog en zon, maar in de middag vanuit het westen regen. Zondag is het nat, waait het stevig en dan is er weinig ruimte voor de zon. En ook maandag is het wisselvallig, ondanks dat de temperatuur oploopt naar 12 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl